Kijk, er zijn nog meer gekken. Lekker in de winter. Wintersvaartje. Traditioneel begint in het eerste weekend van april het vaarseizoen. Het zonnetje schijnt. De winter heeft lang genoeg geduurd. Nog wat stuiptrekkingen afgelopen dagen van die barre winter. Maar ja, vanaf nu gaan we echt weer beginnen. We gaan een uurtje door Leiden varen. En Leiden heeft een ongelooflijk aantal bruggen. En die bruggen zijn meestal laag. Soms zijn ze gevaarlijk laag. En heel enkele keer te laag. In die laatste twee categorieën geef ik u vooraf even een waarschuwing. Dan op tijd bukken, handen binnenboord, niet de brug aanraken. En dan is de kans op een goede afloop is levensgroot. Ben je niet een beetje gek om met dit weer te gaan varen? Weet je wel, maar liefde voor het water, de stad en bootjes. Dus leuk. Ja, en dat heeft ook wel zijn charme, zo met de muts op. Net als heel veel mensen zeg maar, rondom de horeca in Leiden en alle evenementen hebben wij ook behoorlijk last van de coronamaatregelen gehad. Maar gelukkig na 2 jaar vol met maatregelen, aanpassingen, minder mensen op de boten, mogen we nu gewoon weer normaal doen. We merken dat de bedrijven, de internationale bedrijven, dus Bioscience Park, noem maar op, dat soort jongens, ons echt weer weten te vinden. En dat is echt wel fijn na 2 jaar afwezigheid. De winter was lang en donker. Het is heerlijk om weer te varen en leuke dingen te doen. Ja. We zijn van oudsher schoolsportcommissie Leiden. Maar we gaan uit onze voegen barsten qua gemeente. Dus we gaan naar de randgemeentes. En daar hoort een nieuwe naam bij. Na 75 jaar heet de organisatie die voorheen alleen de Leidse schooljeugd kennis liet maken met verschillende sporten, Schoolsport 071. En dat betekent dan bijvoorbeeld voor Zoeterwoude die al meedoen, dat kinderen op scholen in Zoeterwoude, dat die mee kunnen doen met onze schoolsporttoernooien, maar ook met de schoolsportcursussen. En misschien kunnen wij ook wel aan Zoeterwoudse verenigingen vragen. Goh, hebben jullie misschien wat aan te bieden? En zo helpen we elkaar. Aan het begin van het traditionele schoolvoetbaltoernooi laat de splinternieuwe mascotte van Schoolsport 071 zich voor het eerst zien. Aan de kinderen de uitdaging om de Leidse leeuw een passende naam te geven. Bob. Dilly. Dat valt nog niet mee, maar de leerlingen van groep 7 en 8 waren er dan ook voor iets heel anders. Voetbal. Ik ga proberen te winnen. Wij gaan mee voetballen met het toernooi en we gaan iedereen inmaken. We proberen natuurlijk te winnen en we zitten in groep 7. Ik zit zelf ook op voetbal en het is gewoon wedstrijdjes. Dus gewoon goed samenwerken en gewoon tiki-tak en dan gaan we kijken hoe het gaat. Gewoon tiki-tak dus. Dat ging de meeste deelnemers goed af. Maar de naam van de mascotte? Weet ik niet. Ja, Zude Orca. Zude Orca. Wat is Zude Orca? Ronaldo doet altijd zuur als hij scoort. En Orca is onze meester lievelingsdier. Ja. Dus hij moet zuur Orca eten. Zude Orca. Het kunstwerk dat half maart is onthuld door het COC Leiden is vannacht opnieuw beklad. 2 weken geleden spoten onbekende leuzen als Transpower op het standbeeld van de Leidse kunstenaar Koenhauser. Daarop deed COC Leiden aangifte van vernieling. Kijk, dat er verschillen zijn binnen bepaalde groeperingen en binnen zeg maar, het hele LBTI-community, dat snap ik. Maar om dan gelijk daar vandalisme op los te laten, ja, dat gaat gewoon een grens te ver. Dit keer staat er, aangifte is geen dialoog te lezen op de natuurstenen rand rond het plantsoentje waarin het beeld staat. Bij de eerste bekladding stond onder andere in roze verf de leus Queer Liberation, Not Rainbow Capitalism te lezen. Dat gaf COC-voorzitter Debbie Helaha wel een idee uit welke hoek het vandalisme zou kunnen komen. Zij vreest dat het een protest tegen pinkwashing of rainbowwashing is. Dat is een marketingtechniek waarbij organisaties laten zien hoe LHBTI+ vriendelijk ze zijn, zonder daadwerkelijk een bijdrage aan de gemeenschap te leveren. Helaha liet 2 weken geleden weten graag het gesprek aan te gaan met de bekladders. Ook deed ze dus aangifte van vernieling. De recente bekladding lijkt een reactie op dit laatste te zijn. Het COC laat weten op de hoogte te zijn van het nieuwe verfprotest, maar wil nog niet reageren. Ivo en Jolanda uit Leiden willen wel eens weten hoe het voelt om dementie te hebben. En dat kan in deze caravan. Je leert er op een creatieve manier met dementie om te gaan.
Wij vinden het belangrijk om aandacht te geven aan het onderwerp dementie. Er zijn steeds meer mensen met dementie, helaas. En omdat het een hersenziekte is, resulteert dat ook in veranderd gedrag. En dat is ook voor de mantelzorgers en de beroepskrachten dus heel belangrijk om te weten hoe ze daar beter mee om kunnen gaan. Met deze spellijnen hopen we dat mensen zelf ervaren wat het is, waardoor je meer begrip krijgt voor de bewoner, je echtgenoot of partner die lijdt aan de ziekte dementie. In deze caravan is dat de 81-jarige Harry uit Leiden. Een verzonnen figuur uiteraard, maar Harry staat symbool voor het toenemend aantal mensen dat met dementie te maken krijgt. Ik heb meegemaakt dat ze je plotseling gingen beschuldigen van diefstal. En nog geen eens mij, maar meer mensen van de verzorging of zulke soort dingen. Ja. Dus ja, dat was best schrikken, omdat het hele lieve aardige mensen altijd waren. En van de een op de andere moment krijg je dus allerlei beschuldigingen. Hun dan vooral naar hun hoofd. En ja, dat voelde niet plezierig. De mensen die erin zijn geweest, die zeggen wel van wauw, ik heb nu even toch ervaren hoe erg het is om zo in de war te zijn. Dus wij hopen daarmee toch meer begrip voor mensen met dementie te krijgen. De bakkerij aan het Prins Hendrikplein in Leiden is vannacht volledig uitgebrand. Onbekenden hebben de ruit van de winkeldeur ingegooid en vervolgens een brandbare vloeistof naar binnen gegoten en deze aangestoken. De daders lieten de gebruikte jerrycan achter in de winkel en gingen er vandoor. Eigenaar Mohamed Eminov staat vrijdagochtend verslagen voor zijn winkel. Ik heb geen idee aan waarom, hoe dat die komt, waarom dat gedaan, dat weet ik niet. Nee. Geen ruzie met iemand? Nee, geen ruzie, niks. Maar ik hoop dat ze wordt gepakt worden, de daders. Ook buurtbewoners reageren geschokt op de brandstichting. Ik zag vanmorgen op Drimbel een melding voorbij komen van hey, vrek, brand in een winkel op Prins Hendrikplein. Nou ja, daar we nog maar één winkel hebben, is de link gauw gelegd. Dus gelijk eigenlijk om 7:15 mogen gebeld. Dus ja, ze hebben inderdaad, mijn winkel is in de brand gegaan. En nou ja, eigenlijk gelijk hierheen gekomen van, joh, kan ik nog iets voor je doen? Nou ja, ondertussen zijn we met de verzekering aan het bellen, de politie. Het is nu wachten op de technische recherche voor onderzoek. En ja, als die het pand vrijgeven, dan kunnen we weer met de verzekering aan de slag. Ik wacht van de verzekering en ga een beetje verbouwen, denk ik. Dan moet dat. Ja. En dat was net gebeurd, hè? Want in oktober had je nog een feestelijke opening na een verbouwing. Ja, dat klopt. Ik, 4 maanden geleden, ik ben klaar met verbouwen. Een nieuw... Moet je overnieuw beginnen? Moet ik nu opnieuw beginnen, ja. Dat is waar. Ja. Hallo lieve mensen, hier is Corrie Toos. En bij mij is de bril smetteloos. Hou de bel in de gaten, want ik kom eraan. En ik ga dan vragen aan jou. Hoe schoon is jouw pot? Die ga ik natuurlijk inspecteren. En daarna gaan we praten over het leven en de zin van het bestaan. Hou je bel in de gaten, want Corrie komt eraan. Doegie! Hallo mevrouw, ik ben Corrie Toos en bij mij is de bril smetteloos. Ik heb een vraag aan u. Hoe schoon is jouw pot? Schoon. Mag ik die even checken? Ik mag checken hoor. Als wij willen. Wat krijgen we nou? Mag ik even binnenkomen? Kom maar verder hoor, meid. Kom jij. Ja, die is toch gestort. Dag meneer. Ik kom even je potje inspecteren. Ga jij maar inspecteren. Nou, kijk nou. Oh god, Henk. Je moet wel doortrekken hoor. Hij heet toch Henk of heet hij Kees? Henk, heet je Henk? Oh god, nou eens even kijken hoor. Oh, daar schuimt lekker. Even een lucht erin houden. Nou, wat heerlijk. Nou, dat ziet er allemaal keurig uit hoor. Lekker hoor. Echt hoor, lekker hoor. Maar meneer, dat is ook uw potje? Ja, dat is ook mijn potje, ja. Doet u het daar wel eens op? Af en toe. Af en toe, ja. Oh. Hoe zijn jullie de coronatijd doorgekomen? Goed. Wat heb je dan allemaal? Heb je hobby's? Ja, fietsen en lopen, meer niet. En af en toe lekker makreeltje kopen?
Af en toe, ja. Ja, en een borreltje. Ja, die moet er even lekker naar binnen keilen, hè? En u, mevrouw, wat zijn uw hobby's? Mijn hobby's zijn handwerken, duinenpeting. Ja, en mijn kleinkinderen. Dat zijn je hobby's? Dat zijn mijn hobby's. Nou, fantastisch. Nou, ik ben heel blij dat ik even jullie pot mocht kijken. Ja, echt? Hij is goed gekeurd. Ook dit bosje, mensen, is weer goed groen gevinkt. Bij deze mensen in Leiden in de Humbertushof, toch? Of zo? Lambertus, of wie was Lambertus? Weet ik niet. Wie was Lambertus? Weet ik niet. Ja, dat moet je toch weten, meneer? Ja, Lambertus was een of andere pastoor. Je hebt weer gezegend huis hier. Zit je me nou uit te lachen? Laat je het lopen? Nee, zo, mijn spieren zijn nog goed. Oh, ja, oh, gelukkig dan maar. Laat jij het lopen? Nee, mijn spieren zijn nog goed. De pot zit er wel. Ja. Dan laten we. Nou, we laten jullie verder met rust. Bedankt dat ik even mocht inspecteren. Is goed. Ja, is leuk. Nou, was het leuk. Nou, hou je er in de gaten? Ja. Zou je lief zijn voor de? Ja, doe ik. Goed. En mijn dochter ook. Nou, helemaal goed. Nou, fijne dag nog, hè, mensen. Dag hoor.